gaan kijken wat die vrijheid ons heeft gegeven of hoe het gegaan is in die tijd. Want dat is wel het belangrijkste van deze herdenking, vind ik. Ik heb al een expositie geopend, ik ben bij een aantal dingen al bij geweest, in Dorst ook. En wat ik zie is dat er dit jaar heel veel rondom die beleving van die vrijheid gedaan wordt. Vanmiddag zijn er al voertuigen naar de stad getrokken, waarbij een heel hoop mensen al met vlaggetjes hebben staan te waaien. Voor kinderen moet dit wel een heel bijzonder gevoel geven, omdat dit de eerste keer herdenken is waarbij je zo ongeveer kunt voelen dat je erbij bent. En dat is heel uniek natuurlijk. Dat geeft inzicht in die oorlog, maar ook inzicht in die vrijheid en dat feest. En dat vind ik belangrijk. En ik zie daar die kleine koters staan en dan denk ik, jongens, laten we de toekomst heel mooi maken met elkaar. Laten we zorgen dat dit feestje niet tot vandaag beperkt blijft. En dat we vandaag in ieder geval genieten. Een groot applaus voor de mensen van het museumkwartier. Want als een wijk zo leeft en dit het resultaat is, dan ben ik daar heel erg blij mee. Een mooi voorbeeld voor heel Oosterhout. Geniet ervan en beleef die vrijheid met z'n allen en hopen dat het nog lang mag duren. Dankjewel. Ja. Tof dat jullie hier allemaal zijn. Het wordt naar mij gewezen dan van, hey, het is, van het museumkwartier. Maar ik wil even een paar mensen naar voren halen. Jules Langenberg, Heidi, is Annemarie er en is Myrthe er. Ja. Als je het dan over mensen hebt die de kar trekken, dan... even kijken. Ja. Dan zijn dit vier vrouwen die zorgen dat we vanavond hier die beleving kunnen meemaken. Want dus geef maar eens een keer een keihard applaus voor hun. Want, ja, dus, eigenlijk alles wat hier, wat je vanavond gaat zien, het is niet allemaal historisch verantwoord wat we gaan laten zien, maar we gaan die dagen na de oorlog en de bevrijding gaan we herbeleven. Vergeet bij Via Via niet tulpenbollensoep te eten. In de basiliek kan je het nagebouwd oorlogsmonument uit de markt van het stadspark zien, daar kan je een kaarsje branden voor alle mensen die zijn omgekomen hier in Oosterhout, de strijders en de burgers. In de basiliek, in de toren, kan je een wit prentje ophalen en dat is natuurlijk ook wel weer iets wat eigenlijk niet een echt wit prentje is, maar eigenlijk meer een bedankje dat jullie hier geweest zijn. De schuilkelder, je kan er langs bij het Thomashuis. Kan je koffie drinken? Wij wilden eerst voedselbonden uitdelen, maar dat vonden we dan ook weer zo. Bij het Bakkerijmuseum kan je echt witte brood eten. Want toen in de oorlog, of net na de oorlog, na de koek, mensen hadden 5 jaar koek gegeten. De Big Band, er staat een Big Band achter het zonneke in de hal van Theo Adriaanse. Hier op, wat zei je? Crisiscake bij de Loewen. Ik noem het allemaal even op. De tweede editie van de Vrije Stem. De tweede editie van de Vrije Stem is aanwezig. We proberen het nu natuurlijk al even snel uit te leggen. Je kan echt op ontdekkingstocht. Maar een van de mooiste dingen die we kan laten zien is op de hoek van de Sint-Vincentiusstraat en de Zandheuvel. Is afgelopen vrijdag, 75 jaar geleden, een Engelse motorrijder overleden. En daar hebben wij dus nu voor altijd een RVS-monumentje gemaakt namens de buurt. James McClelland wordt daar geëerd, 26 jaar. En die kwam daar voor onze vrijheid en voor jullie vrijheid, kwam die daar te overlijden. Dus sta daar even stil en geniet van deze dagen. Even wat je hier nog ziet, dat is het laatste wat ik ga laten zien. In de oorlog kwamen hier allerlei vliegtuigen over. De animatie is gemaakt door Fieke Langenberg. Er komen vliegtuigen over en wat je in de hoek ziet hangen zijn de oude golfkartonnen verduisteringsgordijnen die hier in de kerk hebben gehangen. We hebben er met Frans van Warrooy, ik weet niet of die er is. Frans is... Frans is 75, 76 jaar. We zijn met z'n tweeën op expeditie geweest hier in de kerk om die verduisteringsgordijnen naar beneden te halen. We kwamen erachter dat er gewoon een kersttafereel is opgetekend. Nou, dus er is ware volkskunst, is er naar voren gekomen. Er is een stukje route even aanduiden.
Vrijerspaadje. Ja. Oh, je moet het eerste stukje route blijft bij de burgemeester in de buurt. Ja. Dus, we gaan langs het Vrijerspaadje. Ja, want ze gaan langs het Vrijerspaadje. Oh. Dus ja. Dus, even jongens, veel plezier. En dankjewel dat jullie er zijn. Dat is mee van mij, hè, Tony? Ja. Jaar na de bevrijding van Oostenrijk gaan wij in 1939 viel Duitsland Polen binnen. Er was een oorlog begonnen. Duitsland bezette vele gebieden. De mensen werden geconfronteerd met het oorlogsgeweld en angst. Men zocht elkaar op om samen steun aan elkaar te hebben op beschutte plaatsen. Dit konden kelders, gegraven putten bedekt met balken, maar ook schuilkelders zijn. De dreiging ook in Oosterhout was groot. In de pastorie van de parochie van de heilige Antonius van Padua woonde de toenmalige pastoor van de binnenstad Zandheuvel, Isabellestraat en Verpijstraat naar de markt. Er komt in diverse terugblikken aangaande deze oorlogstijd tegen. En gaat u vanuit de angstige periode naar de feestelijke bevrijding. Dankzij de Engelsen, Schotten en Polen konden onze ouders en voorouders feestvieren op de markt. Wij wensen u een mooie, leerzame en wellicht herinneringsvolle kilometer van de vrijheid toe. Bouw van een ondergrondse betonnen berging. Uiteindelijk een schuilkelder naar ontwerp uit de eerste... Ik ben de burgemeester kwijt. Oh. In 2020 leidde tot de bouw van de technische verwaardiging. Ja, dus eigenlijk wel voor het plezier. Alle rusten geldt, die om het verre geldt, zijn leven voor vaderland gaan. Zij die in vrede is slapen. Maar hij lacht hem voor de rest.
Lekker druk toch? Ja. Storen. Dat maakt niet uit, maar als ik hem maar niet met mijn kop opsta. Dan moet je een foto doen. Dan heb je gelijk geen foto meer. Oh ja, ja, ja. Nou, en dus ik denk dat die dus die verrekijker achter hebben gelaten. Ja, ja. Maar jij bent er toch blij mee? Ik ben er blij mee. Dan zaten ze toch meer op de rust. Ja, ja. Dat is helemaal goed. Ik kwam net uit het ziekenhuis. Die had een jaar het ziekenhuis gekregen. Ja. Okay. Ja, tuurlijk. Ja hoor. Nee, dit is geen krentenbrood, hè? Nee, maar het lijkt er wel op. Lijkt erop. Het is crisiscake. Crisiscake. Origineel recept uit de Tweede Wereldoorlog. Toen hadden ze geen boter. Maar het lijkt niet op crisiscake. Dat is heel erg lekker. U krijgt heel het lekker. Recept ook mee. Kerstje? Ja, je krijgt er twee, want één kun je versturen. Als je nou eens niet naar verjaardag kunt, dan zeg je nou, ik stuur een kaartje. Ja, nou is leuk toch? Thank you.
Zo. Koffie. En dan is de koffie. Heel belangrijk. Ja, ik zeg altijd het regeringsbrood. En de Duitse kuk. Ja, dat was het. Ja. Dus dat was echt het hele vaste brood. Hè. Dat, ja. Ja, dus ja, het, ze waren heel blij dat ze een wit broodje kregen. Dit is al het brood. Dat was dan al het. Oké. En bakte ze vanuit. Eigenlijk meer voor thuis voor. Kunnen we daar nog proeven dat brood? Vakmanschap, hè? Ja. Echt vakmanschap. Hoe is het met Dennis? Goed, Joost. Ik weet niet of dat zo is. Zou het niet meer zo doen? Het is allemaal nog wel heel veel handwerk, hoor. Ja. Denk ik ook, hè? Ja. Waarom ook in luxe natuurlijk, hè? Misschien de weegschaal. Ja, wij staan. Plakken we wel? Nee, hij fotografeert aan boven. Hij komt er niet op, hoor. Dat mag ook niet. Water des levens. Wie overwint, zal dit alles krijgen.
zal zijn God zijn en hij mijn zoon. Zo spreekt de Heer.